Rudy Matthijs ging in het offensief op de Volkegen. Hij kreeg de steun van den Houten en de Keulenaar. Zij hielden het vol tot voorbij de muur van Gerardsbergen. Terug nummer 60, dat is Philip van den Branden. Daar zit ook bij met het nummer 55 Rudy Matthijs. Met het nummer 24 is dat Johan Lammert. En dan komen wij de renners die daar straks voor aanreden. Ferdy van den Houten, die is dus ingelopen. Ook Ludo de Keunaar met het nummer 22. Dan krijgen we daar Jean-Luc van den Broeke. En aan de leiding misschien wel de voornaamste zegenkandidaat voor vandaag, Sean Kelly. En nu Johan Lammers nog weer. Helemaal links. En nu moeten ze uitkijken. Misschien wacht Kelly even en springt hij dan in zijn eend naartoe. Maar heeft Lammers genoeg in huis om dit tot een goed einde te brengen? En de Keulenaar moet al reageren, want er zijn renners die een tegenactie hebben opgezet. Keulenaar nu in dienst van zijn ploegmaat Johan Lammers. Het zou natuurlijk een sterk staaltje zijn als Peter Post hier met een van zijn renners uit de tweede rij, met een van de helpers uit de ploeg, toch de overwinning zou kunnen binnenhalen. De overwinning is voor Johan Lammers, jonge Nederlander, 23, uit de ploeg van Peter Post. Opnieuw een succes dus voor dit team. En gelukkig is hij winnaar dus, Johan Lammers